In deze clip laat ik u zien hoe je met behulp van de Canon PIXMA IP8750 van een mooie fotosessie een tastbaar eindproduct maakt met veel beleving. Dus in plaats van een USB-stick met de digitale bestanden, een mooie A3 afdruk, eventueel op foamboard met een standaardje, en een CD of DVD direct bedrukt met een mooie afbeelding. Dus we gaan nu eerst met deze printer een A3 afdrukken en vervolgens een CD-lepel beprinten. Hier zien we de PIXMA IP8750 aan het werk. We gaan een A3 collage afdrukken. En die wordt netjes vanaf de achterste lade door de printer op de voorste lade gelegd. Een A3 in hoogste kwaliteit duurt ongeveer 4 minuten. We gaan niet die hele 4 minuten naar de printer kijken. Maar we schakelen zo over naar het einde wanneer die op de opvanglade valt. Let op het geluid, valt reuze mee. En ook op de stabiliteit, de printer staat helemaal stil. Dus deze printer, daarvan heb je geen last op je kantoor of in je fotokamer. Bovendien ziet hij er nog eens heel mooi uit ook. We zijn al een stuk verder gevorderd in het printproces. Je ziet hier dat deze A3 aflopend is afgedrukt. Dus dat betekent dat je 42 centimeter bij ongeveer 30 afdrukt. Deze printer is A3 Plus en dat wil dus zeggen, dat kun je ook randloos doen, dat een print van 48 bij 32 centimeter ook mogelijk is. Dus een expositieafdruk van 45 bij 30 centimeter is dus prima mogelijk op deze printer. En omdat je zo'n hoge kwaliteit print met verschillende soorten papier, dus hoogglans, zijdemat, kun je hier zelf prachtige expositieafdrukken mee maken die in geen enkele gallery zouden misstaan. Ondertussen gaat de printer gewoon netjes verder met zijn werk. En zullen we zien dat hij zo klaar is en leg je het velletje netjes op de opvanglade die uitschuifbaar is. Dus of je een A4'tje of een A3'tje afdrukt, daar kun je hem op aanpassen. Alle bewegende onderdelen zijn redelijk solide. En wanneer je de printer helemaal inklapt, dan neemt hij helemaal niet zoveel ruimte in. En dat komt omdat de inkartertjes op de printkop zitten. Dus die gaan heen en weer. Bij de Pro-series zitten de cartertjes naast de printer. En zie zo, hij is klaar. En we hebben een prachtige glansafdruk gemaakt op onze IP8750. Die we vervolgens af gaan werken. We gaan nu een collage die we gemaakt hebben direct afdrukken op een DVD. Hier ziet u de speciale invoerlade met de DVD al liggen. En we drukken op de knop zodat de printer kan uitlijnen en vervolgens het afdrukken kan beginnen. Het programma waarmee we de printer aansturen is Image Garden. Daar zit een speciale optie onder, disk label, en die zorgt dat alles netjes op de juiste plek gepositioneerd is. In dat programma kun je dus een foto als achtergrond plaatsen, redelijk eenvoudig. En je kunt daar de tekst op zetten die je wil, zodat de gebruiker weet wat de inhoud is van de DVD of de CD. En je ziet het gaat redelijk voorspoedig. Het mooie is, hij is ook meteen droog. En ja, het is toch een heel ander idee dat een foto direct afgedrukt wordt op een CD in plaats van een etiket wat je erop plakt. Bovendien is het ook stabieler voor het draaien van de CD. Dat wanneer een etiket niet in het midden ligt, dan ontstaat er onbalans. Nou, daar heb je dus met inkt op een printlaag heb je daar geen last van. Dus qua stabiliteit van draaien heeft het ook de voorkeur om deze methode toe te passen boven een etiket. Nou, het gaat redelijk vlot zoals ik zei en je ziet hier de eerste delen van de CD al verschijnen.
Wanneer je je cd erin legt, let dan ook goed op dat je de tekst op de cd ook horizontaal legt. De bovenkant komt eerst uit en hier zien we dus netjes hoe onze collage afgedrukt is op een dvd'tje. En ja, wanneer je dit aan een klant geeft, ja, dan ziet er dat toch prachtig uit. Wanneer je als fotograaf wil onderscheiden, dan maak je natuurlijk mooie foto's. Maar moet je ook zorgen dat je een onderscheidend product af kunt leveren bij je klant. En dat kun je doen met bijvoorbeeld van een USB-stickje, maar ja, echt veel beleving zit er natuurlijk niet aan en ook niet onderscheid. En daarom is het handig wanneer je een IP8750 hebt van Canon, om daarmee een afdruk te maken op grote formaat. Dit is bijvoorbeeld een A3. Wanneer je dat op een stukje foamboard plakt, zoals dit, dan heb je al een stevig eindresultaat. Wanneer je dan ook nog zo'n standaardje achter zet, dan kan dit meteen bij de klant op de receptie of op een bureau staan als kijk, dit zijn onze mooie foto's die gemaakt zijn. Kunnen nog een stapje verder gaan door het USB-stickje te vervangen door een DVD. Nou, op die IP8750 kunnen we direct op DVD's en CD's afdrukken. Dat geeft toch wel een heel mooi resultaat. Kijk, dat ziet er prachtig uit. En wanneer je dat dan nog in een jewel case doet, waarbij je tevens een mooie omslag gemaakt hebt, ja, dan kom je duidelijk niet met lege handen bij een klant binnen. Maar kun je laten zien van kijk, ik heb mooie foto's gemaakt en ik heb er een product van gemaakt wat bij iedereen een stukje beleving zal teweeg brengen en een hoge kwalitatieve uitstraling heeft. En dat allemaal dankzij een printer, de IP8750.